de buurman pakt zijn spullen voor de wintersport in. En nou ja, hij heeft ruime mogelijkheden, maar hij maakt de indruk dat hij voor een half jaar vertrekt. En zijn vrouw komt ook alleen maar steeds weer met nieuwe tasjes. Wintersport. Ja, dat heeft iets, ja. Ik heb wel meelijden met hem dat hij het in moet pakken. Ik ben wel ook zo blij. Mijn zoon is ook vertrokken naar de wintersport natuurlijk, met mijn auto. Maar ik was ook zo blij dat ik niet in de wintersport hoefde. En had hij ook zo'n volle achterbak? Want deze meneer heeft... Ja, joh. Hij heeft ons een foto toegestuurd van lekker volgepakt. Ja. Oh, hij gaat nu de klep dicht doen en die gaat nog dicht. Of niet? Oh, nee. Nou, het valt niet mee. Nee. Kijk, je ziet ook dat hij heeft iets leidzaams over zich gekregen. Ik moet natuurlijk helemaal niks zeggen over mijn brave buren. Want die zijn dit verdien is, knip dit er maar uit. Gaat het hondje ook mee, of niet? Ik denk het wel, ja. Ze hebben ook een hondje, zag ik, ja. Maar ze gaan de skis of de snowboards, wat ze doen, hebben ze er nog niet bij. Dus dat zullen ze daar dan wel huren. Ja, ik geloof dat dat tegenwoordig allemaal ter plekke gehuurd wordt. Ik nam het altijd mee. Dat gooide ik dan in de achterbak. Maar het gekke is dat ik zo dankbaar ben dat ik niet met de wintersport hoef. Nee. Ik nam ook altijd eten mee vanuit Nederland. Ja? Ja, dat kun je daar natuurlijk ook halen, maar dan heb je allemaal spullen. Dus typisch Nederlands, hè? Ja, dat heb ik wel begrepen. Dat mensen drie weken naar Spanje gaan en dan een halve ton aan ertessoep bij zich hebben. Ja. Dat is wel vrij wonderlijk. Ja. Okay, dan je weet dat Nederlanders geweldige reizigers zijn. Ja. Ik geloof dat wij meer dan normaal met vakantie gaan en ver weg gaan. En nou ja, het is een ondernemend volkje, hè? Ja. Hij probeert er nog iets in. Het is wel een elektrische auto waarmee ze gaan. Ja, zeker. Het is zeker niet zo'n beetje ook. Het is een achterneef van de Leopard 2 tank. Ja, daar lijkt hij op, ja. Die nu in Oekraïne zijn aangekomen. Ja, hoor, de eerste Poolse tanks zijn aangekomen, ja. Ja, ja. Ja, politiek. Zou die wegrijden met de achterklep open? Nee, zijn vrouw is nog even binnen flesjes vullen, volgens mij. Oké. Ja, sorry dat dit zo op mijn lachspieren werkt. Dit soort van dingen. Zij verdienen het niet. Maar dit doet ik hoop dat ze een hartstikke leuke vakantie hebben. Dat spreekt voor zich. Maar iedere Nederlander doet dit, denk ik, die op vakantie gaat nu. Want nu is middenregio, hè? En Zuid, die komt nu weer terug. Ja. Dus je hebt zo'n wisselweekend. Ja, en mijn zoon heeft hem ook uitgelegd waarom hij mijn auto wilde lenen. Niet omdat er geen elektrische laadpunten zijn onderweg. Want allerlei mensen hadden daar toch op gewezen. Hij zei, ja, die zijn er wel. Maar daar staan onder de huidige omstandigheden staan er 40 Nederlandse elektrische auto's te wachten. Precies. Om het tank met als gevolg te hadden vorige keer 2,5 uur moeten wachten voordat hij aan de beurt was. Dus dat wou hij niet meer. Nee, want ik denk bij zo'n snellaadstation om hem helemaal vol te krijgen. Ik denk toch dat je een uurtje, anderhalf uur inderdaad... Ja, helemaal vol, zeker. Dan moet er wel heel supersnel laden zijn. Wil je daar nog in 20 minuten die bekende 80% tanken? En we hebben hier die Fastnet-stationen en daar staan daar... Wat zullen daar staan? Ik denk dat daar 8 auto's tegelijkertijd kunnen laden. Nou, daar bij Bunnekdijk, dat was het. Daar heb ik namelijk even wat elektriciteit geladen. Dat... Best wel vastnet ding, zo geel ja, ding. Ja, het was wel een beetje midden in de nacht, dus het was niet verschrikkelijk druk. Maar het gaat verdomd snel, hoor. Ja, maar als je hem helemaal vol wil hebben... Met de kilometers komen echt tik. Ja, procentueel zie je hem oplopen inderdaad. Komen erbij. Ja, maar goed, je bent toch... want ik heb het ook wel eens gehad dat je daar staat te wachten, dat je denkt van... Dat zou ik ook. Als je eerst al lang moet wachten voordat je überhaupt bij zo'n ding komt... Ik was in slaap gevallen. Dus ik had hem aangezet. Ik dacht, ja, wat ga je nou doen? Dat was ook midden in de nacht. En toen dacht ik, en op een gegeven moment viel ik in slaap. En toen ik wakker werd, was die wel vol. Nou, dat scheelt. En toen was het 3 uur 's nachts. Er stond iets verderop, stond ook gewoon zo'n Tesla. En eerst zat die mevrouw nog een beetje te lezen. Maar toen wij wegreden, zat ze volgens mij ook te pitten. Was gewoon weg. Ze was weggezakt, zal ik maar zeggen. Ja. En dan word je daar om 3 uur 's nachts ijskoud wakker. In je Tesla. Maar dit is natuurlijk wel een beetje een inkijkje in wat we straks, als veel meer mensen elektrisch rijden, wat we gaan krijgen. Ja, nou, het is natuurlijk maar heel zelden dat je voor benzinetanken moet wachten. Al heb ik wel eens meegemaakt dat van die hele drukke stations langs de vierbaanswegen, dat je toch even moest wachten voordat je aan de beurt was. Mm. Vooral omdat mensen dus hun auto laten staan als ze binnen gaan afrekenen. Mm. Als daar ook, nou ja, dit telt zich al heel snel op. Mm. Ik heb altijd gevonden, zet je auto even weg en ga dan afrekenen. Maar ja, dat doen mensen niet. Nou, er is vaak te weinig plek voor. Maar dat valt wel mee meestal. Maar je weet dat, we zijn langzamerhand, hè. Amerikanen wandelen niet, lopen niet.
Maar wij zijn ook hard op weg om dat te gaan realiseren. Om overal de auto voor te pakken? Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of dat zo is. Ik hoor toch ook heel veel mensen die het OV pakken of met de fiets gaan. Of, Ja, het OV is verder... dat functioneert ook bepaald niet fantastisch in Nederland, naar mijn idee. En de boom die, ja, dat heb ik al eerder gezegd. Het is allemaal hartstikke lollig als je 31 bent. Of goed te been bent. Maar neem die mevrouw die daar komt lopen met een rollatertje. Je begrijpt zeker wel dat hij niet graag met het OV naar uit huis rijdt. Nee, in de bus, ik kan me wel voorstellen als hij heel hard optrekt. Nee, en wat jij al vaak in omschreven. Ja, dat is echt hopeloos. Maar ik vermoed dat er straks minder benzinestations en dieseldingetjes zijn. En dat daar ook van die laadpalen gebouwd gaan worden. Nou ja, waarschijnlijk. Ja. Nou ja, we hebben ook daar zo'n topbelofte in gekregen. Dat er na 2030 geen auto's meer met die fossiele brandstof nodig hebben. Zullen worden verkocht. Ik geloof er geen kloot van. Ik geloof het echt niet. Sterker nog, ik vermoed dat er, als het al zou gebeuren, een run is in 2029 op natuurlijk autootjes. Dus ook elektrische auto's zijn nog steeds verhoudingsgewijs duur. Ja. Een doodnormale middenklasse elektrische auto kost meer dan 40 mil. Ja. Maar ik vind toch die vastnetstationnetjes. Ik vind, want daar zit volgens mij een van de mensen die daarachter zit, is de zoon van Ruud Lubbers, als ik me niet vergis. Die hebben dat toch goed gezien. Zeker, maar dit station bij Bunnik, waar ik het over had, dat is een Tesla-station. Ja, oké, dus dat is een speciale alleen voor Tesla, ja. Dus dat ziet er enorm futuristisch uit. Ja. Zou me niet verbazen dat als je klaar bent met tanken, dat ze opstijgen, dan naar Mars vliegen en weer terugkomen. Maar